We zijn nog steeds op de webwinkelvakdagen en ik zie hier de stand van Dezicon. En dan gaan we eens even kijken of we Justus kunnen vinden. Justus, ben je op je stand? Kom, gaan we even kijken. Nee, ik zie hem nog niet. Even spieken hoor. Ja, kijk, daar is hij hoor, daar is hij, daar loopt hij. Hey jongen, hoe is het? Ja, top. Vertel even, Justus, we zijn op de webwinkel vakdagen. Yes, klopt. En jij bent van Dezicon. Klopt inderdaad. Wat doet Dezicon? Dezicon is de grootste partij binnen affiliate marketing, in ieder geval binnen Nederland. En ook actief in Duitsland, Frankrijk en België en omringende landen. Maar de focus ligt op Nederland en België. Okay. Weten jij en ik wat affiliate marketing is? Niet elke kijker of luisteraar zal dat weten. Vertel even, wat is nou affiliate marketing? Dat is een hele goede vraag. En je onderbrak, ik wilde het net gaan. Ik wilde graag de credits voor het stellen van die goede vraag. Dus ik denk, voordat hij het gaat uitleggen... Scherp en terecht. Affiliate marketing is een marktplaats voor aan de ene kant adverteerders. Adverteerders moet je denken aan voornamelijk webshops. Denk aan een bol.com, een Zalando. Deal Extreme. Bijvoorbeeld, exact, noem maar iets geks. Die heb jij binnengehaald, toch? Klopt inderdaad. Mag ik dat zeggen? Dat mag je zeker zeggen, dankjewel. Super. Cool. En aan de andere kant de publishers. Dat zijn degenen die de adverteerders die we net noemden gaan promoten. Denk aan de zin van het verspreiden van kortingscodes, het plaatsen van banners, het verzenden van e-mail aan de eigen e-mailbestanden die ze zelf hebben verzameld. En daarmee natuurlijk de traffic en het aantal orders en de omzet genereren voor de adverteerders. Okay. Dus, in een nutshell. Ja, dus bijvoorbeeld, noem eens een product wat iemand aanbiedt. Schoenen, broek. Schoenen, ik heb een website over, ik heb een fashionblog. Ja? Dat is niet waar, maar stel. Ja? Dan kan ik via Dezicon een account aanmaken als publisher. Exact. En dan zeg jij, joh, dit zijn alle producten aanbieders die we hebben. Bijvoorbeeld een schoenenaanbieder. Bijvoorbeeld, precies inderdaad, ja. En jullie bieden mij dan? Uiteraard in eerste instantie het platform natuurlijk, waarin jij alles kan bijhouden. Je statistieken, gegevens, alle andere zooi. Jij haalt daaruit je tekstlinkjes, dus gewoon de linkjes waar je kan klikken. Maar ook een banner, kortingscodes die jij in kan zetten. Ja, want ik plaats dan zo'n banner of een persoonlijk linkje op mijn fashionblog. Precies. Kijk, voor jou als blogger is dan een kortingscode... maar is niet primair relevant. Ik zou dan inderdaad eerst kijken naar een tekstlinkje of een banner die je aan de zijkant naast jouw tekstblog kan plaatsen. Als jij weer een nieuw blog hebt overgeschreven over een nieuw paar schoenen, whatever, van joh, hey, nieuwe Nike's, mega vet, loopt echt heerlijk. Bannertje daarnaast van een of andere schoenenaanbieder. Ja, met Nike's. Die natuurlijk wel bij voorkeur die Nike's aanbieden. En die mensen die jouw blog lezen, klikken door. Ja, maar dan komt Robin, die komt op onze fashion site. Hè. Robin die zit heel vaak op fashion sites. En die ziet dan een blog over mooie jurkjes. En dat heeft hij dan gelezen. En dan gaat hij verder klikken en dan komt hij op een blog over nieuwe Nike's. Mm-hmm. Dan staat daarnaast een banner. En dan klikt Robin op die banner. En dan komt hij op die website. En dan bestelt hij misschien wel daar op die website die Nike's. Wat gebeurt er dan? De basis van affiliate marketing neem ik aan. Dus precies. De publisher, dus dat is degene die de blog in dit geval heeft geschreven. Die heeft natuurlijk voor een geïnteresseerde bezoeker gezorgd. Dat niet alleen, die geïnteresseerde bezoeker die is ook tot aanschaf overgegaan. Kortom, adverteerder blij, die heeft extra product verkocht. Omzet gedraaid. Publisher ook blij, want die krijgt een vergoeding. Meestal een percentage van de omzet die publisher heeft gegenereerd als, noem het een bedankje. Als beloning voor het geleverde werk. Ja, dus eigenlijk waar je een aantal jaren geleden met cost per mail aan de slag ging. Je hebt een banner en dan kreeg je voor elke 1000 bezoekers of views, moest ik zeggen, kreeg je dan betaald. Precies. Zeg je nu nee, je mag het laten zien en alleen als het geld oplevert voor de merchant, dan krijg je een beloning. Exact, dus er zijn van meer, CPM wordt nog wel gebruikt, maar die ziet dan een transitie van CPM naar CPS, kost per sale. Ja. En vandaar ook dat je hier ook vooral ziet die performance based. Het levert van top of je krijgt betaald, je krijgt een vergoeding als het iets oplevert. Ja. En je zegt kost per sale, maar dat kan ook zijn kost per lead. En wat voor varianten kun je aan denken bij affiliate marketing? Ja, dan schaai je het meer onder de CPA, de kost per action. En dan is dat een sale, een lead, een download, app download zou natuurlijk ook kunnen, doen we ook. Percentage van de omzet, vaste vergoeding voor per product. Het kan 5% zijn, het kan 5 euro zijn, het kan... whatever. En we hebben jaren geleden een website gehad waar we heel veel traffic naartoe trokken rondom het WK. En daar konden mensen dan 50 euro goed krijgen
van Unibet als ze een account aanmaakten en daar 50 euro storten. Dan verdubbelde Unibet dat account. En dan kregen wij volgens mij 70 of 80 euro affiliate commissie. Omdat die mensen, als ze dat hebben gedaan, hebben 9 van de 10 keer bijstorten. En dan gaat het geld opleveren voor ze. Ja. Maar dat waren best wel flinke bedragen die je dan per lead kreeg. Tenminste, 70, 80 euro voor iedereen die zich inschreef. We hebben daar best wel leuke business mee gedraaid toen. Ja, ja, dat kan. Dat zeker. Maar zijn dat de uitschieters? Of wat is er iets over te zeggen wat nou verdiend kan worden in affiliate marketing? Ja en nee. Kijk, de vergoedingen die jij zo noemt, die zijn per branche, kan je daar een inschatting van maken, een indicatie. Ja. Over percentages van die order of aantal euro's, de vaste bedragen, daar kan je een schifting in maken. Wat zijn nou branches die bijvoorbeeld in de regel hoge vergoedingen uitkeren? Energie, finance, ja. Zorgverzekering. Nou goed, we hebben net de zorgperiode gehad, tot 1 januari natuurlijk kon je overstappen. De vergoedingen zijn er hoog op. Verzekeringen, uitvaartverzekeringen. Exact, ja. Precies. Dat wil niet zeggen dat je daarmee dus ook het meeste kan verdienen. Dat zijn wel twee verschillende dingen. Die vergoedingen zijn er hoger dan op de schoenen waar we het net over hadden. Dat wel. Betekent dat je daar dus beter op kan richten dan op die schoenenwebshop of die blog? Nee, dat zeker niet per definitie. Nee. Nee. Zijn er nou partijen die bijvoorbeeld een website maken met gewoon heel veel content erop over, nou, noem nog even fashion dat voorbeeld. Vervolgens zelf campagnes, AdWords en dergelijke inzetten om traffic naar die sites te trekken. Maar waarbij het verdienmodel volledig uit affiliates komt? Ja, dat kan. Die zijn er zeker. Ja. En natuurlijk, dan heb je natuurlijk over publishers die daaraan willen verdienen. Die denken natuurlijk, tenminste, ik mag hopen dat de meeste publishers dat doen, die er van tevoren over nadenken. Of joh, kom ik uit? Kan ik uit met de investering die ik in die AdWords doe, die ik in die indicator kan gaan je pomp? Draai ik daar voldoende hoge ROI uit, zodat ik met die inkomsten die ik via affiliate inkomsten binnenhaal? Ja, goed, dat moet je zelf natuurlijk mee gaan testen met de kwaliteit van de traffic die binnenkomt en de orders of de leads of de et cetera die jij genereert voor dat veer waar jij die promoot. Maar goed, ja, dat is de situatie verschillend uiteraard. Ja. Wat is nou, dit zijn wat voordelen voor de publishers. Wat is nou voor een merchant zo interessant om eens met Dezicon in gesprek te gaan? Of andere affiliate partijen natuurlijk. Nou, bij voorkeur natuurlijk Dezicon. Snap ik. Uiteraard. Aanvulling op de omzet, aanvulling op de transacties, op de bestellingen. Dat is heel meetbaar. Dan kan je heel makkelijk, ik heb zoveel tienduizenden euro's of honderden euro's per maand meer naast mijn andere kanalen die ik inzet. Uiteraard mooi. Daarnaast natuurlijk een stuk branding. Kijk, op het moment dat iemand banners plaatst waar niet of weinig op geklikt wordt of wel op geklikt wordt, maar die koopt daarna niemand, kan ik het zeggen, ja jammer, dan heb ik er niks aan gehad. Nee, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Wel je exposure genoten. Exact, exact. En hetzelfde geldt voor nieuwsbriefbestanden als publishers jou mailen naar hun doelgroep. Ja, misschien slechts van koopt niemand aan de hand van die nieuwsbrief die verzonden is. Maar je zit wel bij zoveel duizenden mensen in de inbox. Ja, het is wel weer even top of mind. En dus het heeft altijd op de een of andere manier zin. Maar hoe zorg je nou als merchant zijnde dat je de kwaliteit waarborgt? Ik bedoel, kan iedereen zomaar besluiten om jouw producten met jouw merknaam, jouw logo te gaan aanbieden? Of zit er een controle overheen? Gelukkig dat laatste. Ten eerste hebben we zelf natuurlijk binnen deze quality control afdeling, die uiteraard de publisher aanmeldingen. Kijk, iedereen kan zich aanmelden als publisher en kan je een account aanvragen of op inrichten. Daarnaast gaat die afdeling gaat er overheen om te kijken wie ben jij. Heb je een mailbestand, heb je een website, heb je een kortingscode website, wat heb je? En hoe ga je het inzetten? Daar gaat de keuring overheen. Daarnaast hebben we aan de andere kant aan de adverteerder, of zoals zij het noemt, merchant inderdaad, heb je natuurlijk zelf ook de controle over jouw programma. Het is jouw affiliate programma, jij kiest wie jou wel of niet promoot. Je kan verschillende methodes kiezen. Ik laat iedereen toestaan die mag aan mijn programma promoten. Ik vind het allemaal goed. Of je zegt nee, weet je dat ik wil alle aanmeldingen van publishers van mijn programma zien. Ik ga handmatig maken een geschifting wie wel of niet mag promoten. Nou goed. En heb ik als merk X heb ik straks 1000 publishers. En die gaan allemaal traffic inkopen op mijn merknaam. Ja. En waardoor ik mijn eigen AdWords campagne niet meer kan financieren. Want dat kan niet meer uit. Nee. Nou, dat wil je natuurlijk voorkomen. Daarom raden wij ook altijd aan, joh, CR publishers of AdWords publishers. Doe je dat zelf niet, dan zou ik het sowieso toestaan. Doe jij het wel, dan kan het alsnog van toegevoegde waarde zijn. Maar dan zeg ik wel altijd, joh, kijk, sluit wel op eigen merknaam, sluit dat uit, want dat doe je tenslotte zelf al. Okay. Dus, als merchant bepaal je gewoon wel de voorwaarden van zo'n campagne? Zeker, zeker. Ja, ja, klopt. Klopt. Kijk, en ook achteraf, als jij toch ziet van, joh, hey, na 2-3 maanden of een jaar, joh, publisher I, die promoot op een vele manier waar ik niet mee geaffineerd wil worden, dat vind ik niet prettig. Prima, uitsluiten, zien we niet meer terug. Oké. Okay. Het is en blijft het programma van de adverteerder. Oké. Okay. Hey, nou ben ik nog even benieuwd welk bedrijf
Heb jij nou nog, nou, op de korrel wil ik het niet noemen, maar met welk bedrijf zou jij nou nog graag aan tafel willen? En welk bedrijf zou jij nou graag eens willen informeren over de mogelijkheden van zo'n samenwerking? En misschien luistert er of kijkt er wel iemand die zegt, nou, toevallig ken ik daar iemand en kan ik dat linkjes voor je verzorgen. Als adverteerder in de merchantrol bedoel je? Zeg maar, met wie wil je in gesprek? Nou, dan denk ik toch aan de grote jongens binnen de online wereld. Dan denk ik aan een Coolblue, een Bol.com, dat soort partijen. Dat zijn toch namen waarvan je denkt van, hey, dat is gaaf. En Bol.com heeft een eigen affiliate-programma natuurlijk. Klopt, ja, dat is jammer. Ja, dus dat wordt hem niet, maar Coolblue zou mooi zijn. Zeker, zeker. Ja, ja, met dat soort partijen, ja, tuurlijk. Kijk, maar goed, kijk, in deze konden ze een partij die aan de bovenkant van de markt. Dus dan wil je ook dat soort partijen, daar wil je mee samenwerken. Ja, want je noemde al een paar grote partijen aan het begin van ons gesprek waarmee je samenwerken. Is dat ook zo? Dus even met alle respect, maar de kleine webwinkel vanuit huis die zelfgebreide broekjes verkoopt via internet. Zijn jullie er daar ook voor? Of zijn er andere alternatieven beter passen? Nee, daar zijn we zeker ook voor. Alleen wordt er dan wel een onderscheid gemaakt in verwachtingen die je neerlegt bij je klant uiteraard. Kijk, iemand die zelfgemaakte kettingjes vanuit Noord-Groningen verkoopt. Ja, kijk, die mag van mij zeker morgen bellen. Maar dan leg ik wel uit dat het lastig wordt als hij alleen maar in Friesland en in Groningen levert. En dat hij een klant die vanuit Maastricht inbelt, dat hij die niet bedient. Ja, dan is mijn toegevoegde waarde ook beperkt. Ja, zo iemand zou dan misschien beter af zijn bij Marktplaats, zakelijk of misschien zelfs al via het bol.com verkoopplatform. Ja, of misschien lokale dingen. Ja. Als dat jouw focusgebied is, zorg op, kies dan ook middelen die daar ook op inspelen. En niet in een landelijk of Europees dekkend netwerk zoals deze komt. Laatste, compleet andere vraag. Heb je nog een boek waarvan je zegt, Jelle, die moet je echt gelezen hebben? Dat is echt een topboek. Oeh, daarover val je. Geschreven door? Geen idee. Nee. Je hebt niet een businessboek of een marketingboek waar je zegt, dat is echt wel echt een leuk boek. Nee, dat kan, geeft niet. Niet zo snel out of the blue, nee. Ik zal de volgende keer laten weten dat ik langskom en dan kun je voorbereiden. Dit was, duik ik even weer de boekenkast in en dan heb ik ongetwijfeld iets moois voor je. Maar zo top of mind, nee. Leuk, Justus, om hier even tegen te komen. Ik dacht al, deze kont zou maar zo kunnen zijn dat hij er rondloopt. Zeker. Leuk, zeker. Heel leuk. Ja. Doen we nog een drankje? Gezellig. Robin, wil je ook wat drinken? Ja? Nou, gezellig, dat doen we. Dan zetten we die uit en dan gaan wij even naar de bar. Leuk.